en heren, het is weer zover. Welkom bij de Schaatstaxi. De show waarin elke aflevering een interviewer al vragend een schaatser naar zijn bestemming brengt. Een interview voor onderweg. Ik heb vandaag in de taxi Jesper Horspers. Wat? Ja. Nou Jesper, Heerenveen, is het bekend voor jou? Ja. En verder? Bekend, geboren en getogen. Ik woon er al heel mijn leven. Dus voor mij de place to be. Ja, ga nooit meer weg hier? Ja, dat weet je niet. Zolang hier voor mij de sportfaciliteiten zijn, ga ik hier niet weg. Maar mocht dat bijvoorbeeld in Almere komen of in Zoetermeer, dan zal ik daar naartoe gaan. Ja, dan moet je verhuizen. Ja. Vind je ervan? Nee, ja, ik wil graag mijn sport zo goed mogelijk beoefenen en als dat op een andere plek is, dan doe ik dat. Ik vind schaatsen fantastisch om naar te kijken en zo. En het is leuk als het winter wordt en dan komt hier schaatsen op tv. Ja. Maar ik heb wel zoiets, het hoort wel bij Heerenveen. Niet toevallig omdat ik nu in Heerenveen woon, maar ja, schaatsen is Heerenveen. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik ben op die half opgegroeid en je hebt er wel fijne gevoelens mee en dan zou het toch mooi zijn dat het hier blijft. Ja, want anders was je waarschijnlijk niet eens schaatser geworden. Nee, klopt. Die kans is heel groot. Top? Ja. Dan was je gewoon net als ik voetbal geworden. Ja. Echt? Als ik de top had kunnen bestormen, dan had ik misschien wel in hetzelfde stadion gespeeld. Ja. Je had toch wel wat talent, of niet? Ja, ik werd vroeger scout bij Heerenveen en ik heb mooie jaren gehad, maar of ik daadwerkelijk de top had bereikt, dat weet je nooit in de voetballerij. Nee, zo moeilijk. Als kind wel al gaan schaatsen of kon dat later pas? Ja, ik heb als kind schaatsen, dat zat in mijn opvoeding. Dus mijn ouders vonden dat ik gewoon schaatsles nodig had. Dat was echt een vriezen. Ja, dat hoort erbij. Ja. Mijn vader heeft vroeger ook in de kernploeg gezeten. Okay. Maar met dat ik dat gedaan had, ging ik het liefst weer rennen met een bal naar het voetbalveld. En verder met wat ik het liefste deed, dat was voetballen. Ja. Maar kon je ook gelijk goed schaatsen of was je gewoon heel snel? Of, Ja, dat ging heel snel heel goed. Okay. Ik stond heel snel hoog op de Nederlandse lijsten. Ja. Na een half jaar schaatsen. En het jaar daarna won ik hier in Heerenveen het internationale toernooi. Waar je als pupil klein mannetje naar uitkeek. Oh, cool. Jouw voorbeelden zijn Erben Wennemars en Dennis Bergkamp. Ja. Maar die lijken in de verste verte niet op elkaar. Nee. Ik bedoel, Erben was niet iemand van de stijl, hè? Sierlijk. En Dennis Bergkamp daarentegen, die was het voorbeeld daarvan. En wat vind je daar zo mooi aan die twee? Ja, het stukje doorzettingsmogen wat Erben had in een race. Ja. En, als klein mannetje kijk je naar het schaatsen en dan ben je ergens gecharmeerd van. En dat was ik op die leeftijd van Erben Wennemars. Yeah. En ook alle Japanners. En onder Shimizu zag ik ook nog staan. Ja, onder andere Shimizu. Yeah. En dat was ook in de tijd dat ik voetbalde. En dat Bergkamp de ene naar de andere goal erin jaagde baas. Yeah. Maar daar was ik. Als ik wat van hun kon zien, dan deed ik dat. Yeah. En waar spiegel je jezelf meer aan Wennemars of aan Bergkamp? Ik spiegel mezelf meer aan Wennemars. En jij mag dan net niet naar de Olympische Spelen. Maar zijn die jongens dan echt zoveel beter dan jij? Want die staan overal met die medailles te zwaaien. Maar zijn die echt dan zoveel beter dan jij of niet? Of kun je ze wel pakken nog? Ik kan ze zeker pakken. Dat is ook de bedoeling. Ik heb dit jaar een geweldig seizoen gehad waarin ik de top weer kon bestormen. Ja. En in die top zaten de twee Mulders met Jan Smeekers. Ja. Alleen ben ik ze ook wel eens voor geweest. Ja. Alleen op de belangrijke momenten waren hun gewoon beter. Dat is een doel voor de komende jaren om die stap te maken. Om ze eraf te rijden. Jullie hebben alleen maar mannenploeg toch, of niet? Ja. En vrouwen? Komen die dan wel eens tegen of niet? Want jullie zijn natuurlijk wel veel onderweg. Ja. Heb je geen tijd voor? Niet? Ah, ik heb een mooie vriendin. Dus je hebt een mooie vriendin? Ik ben voorzien. Oké, okay. Is dat ook schaatsen? Ja, toevallig wel. Dus, is dat wel zo toevallig, denk je? Ja, ik weet het, ik vraag het maar voor. Ja, toen we wat kregen, toen schaatste ik al wat meer bij de top en zij wat minder. Ja. En het is altijd
Maar de vraag hoe het loopt, voor ons beiden natuurlijk. Ja. Maar ja, we zitten nu beide bij een commercieel team. Oké, we hebben beide dezelfde doelen. Oké, dan weet je in ieder geval waar je het over hebt. En dan snap je elkaar ook als je even geen zin hebt in elkaar. Klopt. Zul je bij het voetbal minder snel zien? Ja, er zijn niet zoveel vrouwen in het voetbal. Hè? Nee. Ja, er wel omheen hoor, maar niet. Nee, ja, eromheen. Maar niet in de kleedkamer zelf, even op de overkant van het veld. Nee.